Kunnen jullie hier nog opsteken van de mobiele horecatraining? Oh, je steekt elke keer weer iets op. Je krijgt weer nieuwe ideeën, je krijgt inspiratie. Het is altijd goed om bij andere collega's te kijken. En heb jij afgelopen dag dingen gezien waar je echt iets van geleerd hebt? Heb ik dingen gezien waar je het geleerd? Ja, je ziet overal kleine details, kleine, ook qua interieur dingetjes. Dat je denkt, hey, daar kan ik wat mee, maar ook wel op gebied van visie en van hoe ze met medewerkers omgaan en organisatorisch. En ook onderling met collega's in de bus. Ook daar steek je heel veel van op. Toen zag ik jou, Mirko, best wel wat foto's maken, met name in de keukens en zo. Is dat iets waar je toevallig iets meer op gelet hebt? Ja, nou, we hebben onze keuken pas verbouwd. En we hebben eigenlijk alleen de hardware op de grond nu staan. En het waar mijn interesse ging juist in de keukens uit naar waar hebben ze schapjes staan. Waar hebben ze de routing met bestek, met borden, met bakjes. Daar ging ik mee om. Dus vooral ook kastwerk en aan de muren. Waar plaats je iets in de keukens? En heb je goede tips gezien? Ja, zeker. Ja, je kunt absoluut. Door te kijken bij collega's, ook door te zien wat in jouw ogen misschien niet goed is, maar juist wat wel goed is en niet goed is, alles bij elkaar en dat mee te nemen naar je eigen bedrijf. Zolang als de mobiele horecatraining bestaat, ben jij er in ieder geval bij, Ad, of niet? Niet van begin af aan, maar wel vlak daarna. Zijn er dan nog dingen die ze jou hier in Twente kunnen leren? Je kunt overal zoveel leren. Iedere keer is anders en overal steekt er wat op. En Riet, als je nou de eerste zaken bekijkt waar je geweest bent, waar heb jij nou iets van opgestoken de afgelopen dagen? Ik steek van elke zaak waar ik kom iets op. Je leert overal iets. En dat is belangrijk voor ons als we een keer van de zandpad afkomen. Dat we ook een keer bij collega's in de zaak komen kijken. Zijn er ook al dingen die jij gisteren gezien hebt bij een heikamp of misschien wel bij de Gouden Leeuw? Die zegt van, nou, die zullen wij misschien ook wel kunnen toepassen in onze zaak. Humor kunnen we altijd toepassen in onze zaak. Dat was ook een belangrijk thema wat ze verkochten. Dat heb je vast bij de feestfabriek gehoord, hoor. Zeker. En de reden waar we mee zijn gegaan naar deze mobiele horecatour, Boerenwijsheden in Twente, is omdat ik het heel interessant vind om van andere horecaondernemers de ins en outs van hun bedrijf te mogen zien, achter de schermen te mogen kijken en van elkaar te leren. Nu heb je al een paar flinke wat bedrijven bezocht al. Je hebt flink wat bedrijven bezocht. Waar heb je nou wat van opgestoken? Nou, we zijn geweest bij de Heikamp, een pannenkoekenhuis, ook helemaal in het buitengebied in Twente. En wat ik daar gewoon ontzettend interessant vond, is hoe die ondernemer zoveel activiteiten om zijn bedrijf heen organiseerde, waardoor hij nog meer mensen naar zijn bedrijf kon trekken. Dat is iets wat je ook wel zou kunnen toepassen in Oosterwijk? Ja, zeker. Wij zitten ook met ons bedrijf midden in het bos. En de mensen komen met mooi weer heel graag bij ons. Maar er zijn natuurlijk ook dagen in Nederland dat minder mooi weer is. En dan vind ik het heel interessant om te kijken, goed, hoe kunnen we het interessant maken voor onze gasten om dan toch de oversteek door het bos te maken. En dan kun je ook wel de vertaalslag maken van Twente naar Brabant. Ja, zeker. Het is een prachtig gebied hier en dat is bij ons precies hetzelfde. En veel vergelijkheden, zeg maar. Zijn er ook al dingen die je nu al hebt opgepakt die je denkt van, die kan ik morgen meteen toepassen in mijn eigen zaak? Nou, zeker. Wat ik ook wel geleerd heb van andere ondernemers is, probeer ook te kijken naar de krachten die je hebt in je team. He, als ondernemer denk je vaak heel snel van, oh, ik ben het zelf, kan ik het beste en ik doe het graag zelf en ik wil alle touwtjes in handen houden. Maar we hebben ook, ons team ook, zit zoveel potentie in en het is ook gewoon leuk om te zien, ja, wat kunnen hun brengen in het bedrijf en wat zijn hun motivaties en waar, het is heel leuk om daar mee bezig te zijn. Jij bent als enige deelnemer eigenlijk ook degene die zijn zaak zelf mocht laten zien aan de ondernemers. Wat heb jij de ondernemers willen meegeven over de Gouden Leeuw? Dat de tijden goed zijn en dat je vooral in deze tijd, dus een jaar geleden, waren ze nog beter denk ik, moet durven te investeren. En gewoon een mooi bedrijf moet willen neerzetten waar je met hart en ziel in zit eigenlijk. Ja, en dat het dan uiteindelijk iets duurder uitvalt dan de bedoeling was, dat is een klein nadeeltje. Maar daar zijn we al weer overheen. Ja, maar dan ziet het er wel goed uit, wou je zeggen. Dan ziet het er erg goed uit en dan ben je trots op je bedrijf. Hoe waren de reacties van de ondernemers op de Gouden Leeuw? Volgens mij erg goed. Natuurlijk uitgebreide rondleiding gehad. Ik denk dat wij ook wel, misschien wel de mooiste keuken van de hele Achterhoek in ons bedrijf hebben. En dat is gewoon lang over nagedacht door mijzelf en mijn chef-kok. Zelf ook 2 dagen mee op pad geweest met de mobiele horecatraining. Waarom doe jij überhaupt mee aan de mobiele horecatraining? Altijd leuk. Punt 1 is een paar dagjes tussenuit. En je ziet meerdere bedrijven in 2 dagen. En in dit geval ook een heel grote veelzijdigheid eigenlijk. Waarom doe je mee aan de mobiele horecatraining?
om weer lekker fanatiek te worden, enthousiast te worden. Ja, andere bedrijven te bekijken en de achtergrond van iedereen een beetje te horen. Hoe het ruilt en zeilt overal. Ja, is heel interessant. Ja, om extra inspiratie op te doen en achtergronden te leren kennen van andere bedrijven. Is dat een beetje gelukt? Ja, zeker. Het is heel leuk om te zien hoe iedereen over zijn eigen zaak praat met vol enthousiasme en passie voor zijn vak. Dat is echt heel leuk. Als je nou een zaak eruit mag lichten, wat sprong er voor jou uit? Ja, dit is natuurlijk grandioos, dit bedrijf. Wel gelegen. Nu ben je wel gelegen inderdaad, ja. Maar eigenlijk elk bedrijf heeft zijn charme en ja, ik kan niet echt zeggen dat ik één ding eruit vind springen, nee. Heb je nou dingen gezien die de afgelopen dagen waarvan je denkt van dat ga ik morgen meteen toepassen bij Grootspijk? Nou, niet meteen morgen, maar er zijn wel dingen die ik heb gezien waarvan ik zeg van ja, we moeten wel meer samen gaan werken en meer de horeca in de bredere zin gaan zien en meer naar de langere toekomst gaan kijken. Waarom doe je mee aan de mobiele horecatraining? Ik doe mee omdat het voor mij, ik kom altijd dingen tegen die je in je zaak kan gebruiken. Het is inspirerend dus, motiverend ook. En dan draag ik dan ook snel uit in de zaak. En dat straal ik dan ook uit op mijn personeel. Die gaan daar ook in mee. Dus op alle punten is dat motiverend. En ik zie dat ook terug in omzet. Zijn er ook dingen die je concreet uit de mobiele horecatraining kan halen? Ja, zeker. Kleine interieur aanpassingen, routingproblemen die opgelost worden. En natuurlijk het praten met mijn collega's. Die mij tips, trucs en valkuilen laten zien. Dus dat is heel nuttig. We hebben een flink aantal bedrijven bezocht de afgelopen 2 dagen. Wat is jou bijgebleven? Ongelooflijk doeltreffend. De planning die ze inzetten, de doelgroepen die ze goed weten te benaderen. Hoe serieus ze er ook mee omgaan met hun bedrijf. De zorg, de kwaliteit die ze nastreven. En het stukje boerenwijsheid wat we hierop gedaan hebben. Dus zeker ook op de penning letten. Hier is het iets anders gegaan. Hier is een monument neergezet. Het heet Welgelegen, hè? Villa Welgelegen. Hier is echt een monument voor de toekomst neergezet door deze meneer. En dat is prachtig dat je dat terug kan doen voor de gemeenschap, denk ik. Mag je er 1 bedrijf uitpikken? Welke heeft op jou het meest indruk gemaakt? Waar heb jij zelf het meest aan gehad? Dan zou ik iemand tekort doen. Je pakt uit elk bedrijf pak je iets mee. En al is het maar een kleine aanpassing in het toilet. Dus ik durf geen bedrijf te noemen wat nou echt enorm uitschiet. Maar je kan van elk bedrijf wat leren, denk ik. Als je nou straks terug gaat naar Haarlem, is er iets wat jij direct zou kunnen aanpakken? Wat ik direct zou kunnen aanpakken is het samenwerken. Het samenwerken met mensen, verbindingen zoeken met elkaar en dat communiceren ook naar je collega's. Ik denk dat ik dat gelijk ga toepassen van de week. Ja, zeker.